ik ben Odin. Hi. Bedankt dat je tijd hebt voor het interview. En, ben je klaar voor wat vragen? Ja, tuurlijk. En geen probleem. Alleen maar leuk om mee te doen. Dus, Oké, okay. Ja, laten we beginnen. Hoe lang maak je al muziek? Zolang ik me kan herinneren eigenlijk. Ik ben opgegroeid in een vrij muzikale familie. Mijn moeder was pianolerares. En er was altijd muziek om mij heen. En ik heb toen ik een jaar of drie was of zo. Toen ik een gitaar kreeg voor mijn verjaardag. Kreeg ik een klein akoestisch gitaartje. Wel een echte, maar zo'n kindermaat, zeg maar, weet je wel. En die gooide ik in een hoek en ik begon op de koffer te rammen met stokjes. Okay. Maar het is, dat was natuurlijk het begin, dus het was niet helemaal niet serieus. Ik ben begonnen met echt drummen toen ik 9 was. Okay. Dus dat is 30 jaar geleden nu. Oké, ja, best wel lang. Dat is wel een tijdje, ja. Ik ben nu 10,5 okay. ongeveer. En ik was begonnen toen ik 5 was. Ah, super. Ja. Het is ook leuk, hè? Dus dat is het belangrijkste. Ja. Dus we weten dat je kan drummen. Wat voor instrumenten bespeel je nog meer? Niks. Nou, ik weet je, ik snap. Ik zou heel graag wat meer kunnen. Ik zou bijvoorbeeld graag piano willen kunnen spelen of gitaar. Ik kan hele simpele dingen. Je kan een beetje deze vuist op deze vuist of Vader Jacob op een gitaar of een piano. Maar daar houdt het echt mee op. Oké, ja. Dus, Als je met iemand uit je band zou moeten ruilen qua instrument, met wie zou je dan willen ruilen en waarom? Dan kies ik voor Dave Meester. Daar zit ik momenteel niet echt mee in een band. Wel, ik heb wel wat projecten lopen met hem, maar ik heb lang met hem in een band gezeten. Hij speelt gitaar. Waarom? Omdat hij gaat echt heel diep op zijn manier en zijn stof in. En ik denk dat ik daar heel veel van zou leren, zeg maar. En hij ook van mij natuurlijk. Van ja, gewoon nieuwe inzichten en dat soort dingen. Dus dat zou de reden zijn. Gewoon om wat meer te leren en nieuwe inzichten te krijgen. Oké, ja. De volgende vraag. Ben je wel eens belangrijks vergeten voor een optreden? En zo ja, wat dan? Nee, eigenlijk niet zozeer. Eigenlijk niet. Ik ben altijd vrij goed voorbereid. Ik ben ook misschien een beetje te, maar ik wil graag altijd van tevoren alles weten. Dus soms zijn dingen niet helemaal duidelijk van tevoren. Dan weet ik bijvoorbeeld als een backline geleverd wordt door de organisator, is het niet altijd even duidelijk wat er staat. Nou, dan zorg ik van tevoren altijd dat ik goed geïnformeerd ben. Dus dan mail ik erachteraan of ik vraag de boeker of de manager van, dat ik wil weten hoe en wat. Dus dat gebeurt me eigenlijk niet zo vaak. Oké, okay, ja. Ik kan me niet zoiets herinneren, nee. Oké, okay, ja. Wat voor merk drumstel heb jij? Ik speel op Tama. Ik word gesponsord door Tama al sinds 2009. Maar ik speel al Tama eigenlijk mijn hele leven al. Het is gewoon mijn ding, weet je wel. Het voelt goed. Ik vind alles gaaf wat ze uitbrengen. Maar het is, ja, je moet het paard leuk vinden waar je op rijdt, zeg maar. Hè? Dus dat is Tama voor mij. Ja. Daarnaast speel ik op Meinl Beckens. Daar ben ik ook door gesponsord. Ook hetzelfde verhaal. Het past precies bij wat ik doe. En de verschillende stijlen die ik gebruik. En ook hun manier van werken. Ik sta ook helemaal achter hun filosofie, zeg maar. En daarnaast Promarkt Stokken, Evans Velle, Tachico Pito Pedalen en Footblaster Triggers. Oké, okay, ja. Ik heb een Pearl. Oké. Okay. Ja, en ik gebruik altijd Fantastic Stokken. Oké, okay, die ken ik niet. Maar ja, goed, weet je, het belangrijkste is dat jij er lekker mee kan spelen en dat het goed voelt. En dat is waar het allemaal om gaat, weet je wel. Dus, ja. Het is even van Balbex. Oh, Balbex, ja, precies. Ja. Ah, oké, okay. Dat ken ik dan weer wel. Ja. Volgende vraag. Welke soort stokken gebruik jij? Ik gebruik... ik heb een setje liggen, ik zal ze pakken. Ik
Ja, ik gebruik ProMark Firegrain. Twee weken. Okay. Ja, ik heb zeg maar heel lang. In mijn jongere jaren gebruikte ik 747 Rock van ProMark. Dat was eigenlijk meer de maat, vond ik wel prettig. Maar het was ook, het waren de stokken die het langst meegingen. Ik sloeg nogal hard, nog steeds eigenlijk wel. En dat zijn ook de stokken die Mike Portnoy gebruikt, dus bijvoorbeeld. En die weet ook wel wat mappen is. Dus ik had zoiets van, dan kunnen ze wel wat hebben. Maar toen ik een jaar of, ik denk 14, 15 was of zo, toen ben ik overgestapt naar wat dikkere stokken. Want ik heb ook best wel grote handen. En het voelt gewoon goed. En dat waren dan ProMark 2B's. En daar heb ik eigenlijk tot vorig jaar altijd op gespeeld. Totdat de jongens van ProMark naar me toe kwamen. En die zeiden van, we willen graag dat jij dit eens probeert. En ik had echt zoiets van, ik ga echt niet veranderen van stokken of zo. Maar ik heb het... ik denk dat ik 2 dagen nodig had. En toen heb ik ze een mailtje gestuurd van, ik ben om. En ik weet niet precies wat het ermee is, maar ze liggen perfect in de hand. En ik vind ProMark gewoon heel prettig. De balans is heel belangrijk voor mij. Dat beide stokken echt hetzelfde voelen en klinken ook. En ProMark is daar heel goed in. Dus dat is wat ik gebruik. Ja. Oké, ja. Volgende vraag. Hoe lang speel je al met een dubbele pedaal? Sinds ik 12 ben, de eerste 3 jaar, de eerste jaar dat ik ging drummen, had ik nog geen drumstel. Dus toen, toen ik begon, kreeg ik les. En toen moest ik op een oefenpadje, moest ik mijn rudiments leren. En ik was 9, ik vond het, ik deed het wel. Ik was een goede leerling in die zin van, ik deed alles wat mijn leraar zei. Maar ik snapte nog niet helemaal waar het allemaal goed voor was. Ik miste ook een beetje die uitleg, zeg maar. Ik merk dat heel veel mensen dat wel eens hebben. Vooral nu ik zelf lesgeef, merk ik dat. En toen ik 10 was, kreeg ik mijn eerste drumkit. Dat was gewoon een 5-delig setje met 3 toms, een kick en een snare, zeg maar. Maar toen ik een jaar of 12 was, toen kocht ik een drumkit met 6 toms, geloof ik, en 2 bassdrums. Dus toen is het allemaal, toen ging het extremer, zeg maar. En sinds die tijd ben ik dat aan het doen, ja. Ik had ook op zich zo'nzelfde beginners drumkit als jij, zelfde delen. Nu bestaat mijn drumstel uit een tom, dus zo'n lage, heel laagtonig, dat de 2. Ik heb nog 2 hogere toms, dus 4. Ik heb 1 snare, ik heb een dubbel pedaal. Daarbij hoort natuurlijk wel een beest van. En ik heb een China, een Crash, die had ik voor het laatste stuk geslagen. En ik heb een Ride. Oké. Okay. Ah, te gek. Het is altijd leuk. Het is ook wel eens. Het is belangrijk, denk ik, dat je kunt spelen op een manier wat voor jou gewoon leuk is en interessant. En het is soms ook wel eens tof om wat nieuws te proberen. Misschien dat het leuk is om een keer een Splash te kopen, of weet ik veel. Of een andere soort Crash. En gewoon een beetje proberen ook. Wat ook tof is trouwens, en dat doe ik ook wel eens, is gewoon je hele kit uit elkaar halen en gewoon op een andere manier weer in elkaar zetten. Dat is wel een uitdaging om weer te gaan spelen, maar zo leer je ook weer heel veel nieuwe dingen. Ja, want nu krijg ik een drumrek voor mijn verjaardag. Dat weet ik omdat het, we moesten dus ergens heen. En, maar daar vlakbij was ook maar een cadeautje. Maar het was zo groot dat het eigenlijk niet, dat het eigenlijk wel moest merken dat het iets was. Ja, dat kun je moeilijk inpakken, zo'n ding, hè? Inderdaad. Dat is te gek. Ja. Super vet. Ja. Volgende vraag. Hoe ben jij bij deze band gekomen? De band waar ik nu in zit? Ja. Karig Angren. Dat is eigenlijk wel een interessant verhaal. Ik ken die jongens en vooral Ivo, hun vorige drummer, ken ik al heel lang van hallo en dag en uit de drummerswereld. En we hebben een paar keer gezamenlijk opgetreden. Maar het was meer, dat was het eigenlijk een beetje, weet je wel. Ik had me nog niet zo echt verdiept in hun muziek. Totdat vorig jaar, toen was het nog niet helemaal bekend, maar toen wilde hij al niet mee naar de 70.000 Tons Cruise. Om zijn eigen redenen. Dus hij stond al een beetje in de knoop van wat hij nou wilde, denk ik. En toen hebben ze mij benaderd of ik
of ik mee wilde doen als sessiedrummer. Want dat doe ik heel veel, invallen bij dat soort dingen. En nou ja, toen ben ik me gaan verdiepen in de muziek en ik vond het super vet. Maar ik had weinig tijd om die set te leren. En het zijn natuurlijk wel belangrijke shows. Dus ik heb me echt 2 weken lang alleen maar op die nummers gestort die ik moest spelen. En dat waren er 10, als ik het me zo goed herinner. Dus nou, de shows gedaan, was te gek. Maar ik ben pas daarna eigenlijk naar de rest van uw muziek gaan luisteren. Omdat ik er toen pas ook de tijd en de ruimte voor had. En toen had ik zoiets van, hey, dit is echt wel heel erg gaaf. Weet je? Het past ook heel erg met wat ik ook al 20 jaar geleden ook al oefende. En die shows waren heel erg vet. Dat vonden zij ook. En we lagen ook op één lijn persoonlijk. Hè, met wat we nou precies willen en hoe we het zien. En nou ja, toen hebben zij nog, even later kwam de beslissing van Ivo. En toen vroegen zij mij of ik voortaan hun live drummer wil zijn. En bij Pestilence is het verhaal zo geweest. Ja, het is eigenlijk ook een beetje zoiets. Ik ken Patrick ook al heel lang. Ook uit dezelfde scene. Maar ja, goed, ik zat in andere bands. Hij had natuurlijk een steady line-up. En toen vorig jaar ook hun drummer ermee stopte. Toen, ik denk dat ja, Patrick en vooral ook Rutger. Rutger ken ik ook al heel lang. Die ook vanuit Bleeding Gods. En Joost, de bassist, daar heb ik heel veel mee gespeeld. Met Ducented, waar ik weer veel bij inviel. Dus het is een beetje allemaal ons kent ons. En ja, zodoende ben ik daarin gerold. Oké, ja. Nou. Volgende vraag. Wat is jouw favoriete nummer van jouw band? Poeh, ik vind het lastig om 1 nummer te kiezen. Eerlijk gezegd. Nou ja, bij Pestilence, daar kan ik toch niet echt veel over zeggen. Want dat zijn de nummers die ik laatst heb ingespeeld. Het album is nog niet uit, dus die nummers kennen mensen nog niet. Maar sowieso vind ik dat het vetst. Maar dat is ook meer omdat, ja, ik kon mijn eigen ei erin kwijt, weet je wel. Alle voorgaande muziek is iemand anders een stijl die ik nog eigen moet maken. En daar ben ik nog mee bezig. Dus ik ben dat, het is nog een beetje te veel, zeg maar, om daar echt een keuze in te maken. Okay. Bij Karig Angren, ja, weet je, ik vind het heel gaaf. Sommige dingen zijn super snel en agressief. Zoals Bitter Teutemich vind ik heel, heel gaaf om te spelen. Maar andere dingen zijn ook weer wat dramatischer en hebben heel veel dynamiek en dat soort dingen. En dat vind ik ook vet. Het is ook een combinatie eigenlijk. Ik vind het ook leuk altijd om een beetje verschil erin te hebben. Als je nou een set lang alleen maar blastbeats en double bass moet spelen, dat is tof. Maar als je het elke dag doet, dat wordt vanzelf een keer saai. Dus ik vind vooral die variatie ook heel leuk. Dus dat is een beetje hoe ik werk. Oké, ja. Volgende vraag. Kijken. Als je 2 bands mag kiezen om mee te spelen op een festival, welke 2 kies je dan? Rammstein. ik vind Rammstein te gek. Ik vind ook hun show. Heb je het wel eens gezien? Nee. Ja, het is echt een super vet show. Ook met al het vuur en vuurwerk en alles. Het is te gek. Dus Rammstein zou er 1 van zijn. En de ander. Poeh. Slayer. Ik ben een groot Slayer fan. Dat kan niet meer helaas. Maar als ik toch mag kiezen, kies ik toch voor Slayer. ik had ze nog live gezien in Zwolle. Oh ja, de laatste show. Ja. Ah, te gek. Te gek. Ja, ik heb ze ook wel eens live gezien, maar niet in het laatste, niet de laatste paar jaren. Volgende vraag. Hoe lang hou je al van metal muziek? Ik denk ook in diezelfde periode dat ik met Double Bass kit kreeg, of nam, of kocht, hoe je het maar noemt. Dus een jaar of 12, denk ik. Ik heb wel mijn hele leven fascinatie voor wat hardere muziek. En ik vind het ook, wat ik heel leuk vind aan metal, is dat het grenzeloos is. Je kunt het zo gek maken als je maar wil. Je kunt het heel simpel houden en heel klein, maar je kunt het ook helemaal, je kunt alle kanten op. Het is dus ongelimiteerd. En ik, toen ik opgroeide, ik begon met Guns N' Roses. Okay. En die hadden toen een drummer die een hele vette solo live altijd. En ik dacht in het begin dat hij dat met 1 voet deed. Hij had dus een dubbel pedaal, maar hij had maar 1 bass. Dus ik snapte niet hoe dat werkte.
Maar ik vond het heel vet werk nog. En ik ben in één klap van Guns N' Roses overgestapt naar Napalm Death en Slayer en Sepultura. Dus ja, dat was rond mijn 12e. Oké, ja. Volgende vraag. Wat is het vreemdste wat je ooit is overkomen tijdens een optreden? Het meest wat, sorry? Het meest vreemde wat je is overkomen tijdens een optreden. Ik ben een paar keer van... Ik ben een keer achterover gevallen. Dat is misschien wel een leuk verhaal. Achter mij hing een zwart doek. En meestal achter dat doek zit een betonnen muur. Maar dat was in dit geval niet zo. Dat was gewoon de afgrond, om het zo maar te zeggen. En mijn kruk stond net op het randje. En midden in een nummer verschoof ik een beetje. En ik werd gewoon zo... Ik viel zo 2 meter achter. En ja, gelukkig niks aan de hand. Maar het zag er natuurlijk wel heel grappig uit voor het publiek. Ik was gewoon ineens weg. Ja, dat is wel een van de gekste dingen, zou ik zeggen, ja. Echt? Ja. Want, ik had al eens geïnterviewd en dan was hij dus was opeens een snaar kapot gegaan van zijn gitaar. Moest hij snel een nieuwe gitaar pakken. Ah, ja. En liep hij zo snel terug dat hij van het podium afviel. Ja, precies, ja. Ja, ja. En ook nog iemand die een... Er was een bij, dat zaten ze aan het spelen en er was een bij, heel irritant aan het doen. En dan dacht die persoon, als hij maar niet gaat steken, ging die bij steken in zijn rug. Ja, precies, ja. Ja, dat heb je soms met de open air dingen en zo, ja, allemaal insecten en shit, ja. Ja. Oké, volgende vraag. Wat vind je zelf je best optreden tot nu toe? Ik heb er een paar waar ik hele goede herinneringen aan heb. Maar om er nou één te kiezen, want weet je, het is, elke show heeft zo zijn eigen dingen. Ik vind bijvoorbeeld hele grote shows gaaf, omdat het groot is. En het is bijna onwerkelijk af en toe. Maar het is veel minder intens. Ik vind qua intensiteit vind ik kleine shows juist heel vet. Dat het publiek ook dichtbij staat en je ziet de emoties op hun gezicht. Dat vind ik heel gaaf, weet je wel. En maar ja, de beste herinneringen. Graspop, een paar keer gespeeld. Dat blijft gaaf. Maar ook de shows met Karig Angren, denk ik. Die blijft me ook zeker bij. Omdat dat paste zo goed op elkaar, weet je wel. Dat was gewoon heel vet, alles bij elkaar. Dus ik ga voor die, denk ik. Oké, ja. Volgende vraag. Even kijken. Heb je wel eens de slappe lach gekregen tijdens een optreden? Soort van. Niet echt de slappe lach, maar ik had wel eens samen met Mike, de vorige gitarist van God the Throne, hadden we wel eens een grapje dat hij omdraaide en dan keek hij me aan en dan elkaar zo strak mogelijk aan blijven kijken of juist gekke bekken trekken of zo, weet je wel. Dat is natuurlijk wel grappig, maar het is de bedoeling dat je... Ja, dat je niet de muziek verprutst, zeg maar. Dus ik ben altijd wel... hoe zeg je dat? Ik ben er nooit de fout in gegaan daardoor. Maar het is natuurlijk wel, wel gaaf. Het is wel, ik heb wel gelachen, ja. En het is ook belangrijk. Je moet het ook leuk vinden, weet je wel. Maar het moet ook wel passen in wat je op dat moment aan het doen bent. En dus het moet ook bij de band passen, dat soort dingen. Dus, maar ja, zeker. Het is altijd wel grappig. Zo is dat ik ook een gast... Toen ging mijn nummer... Want ik had hem in mijn oude band... was er een pianist en die viel dus gewoon achterover via zijn kruk. En iedereen stopte, ging lachen. Ik probeerde het ook te vermijden, ik ging gewoon rustig doordrummen. Ja, precies. Heeft niks aan de hand. Ja. Helemaal niks. Alleen maar een pianist die in zijn achterhoofd is gevallen. Ja, maar het blijft grappig natuurlijk. Ja. Ja. Oké, volgende vraag. Wat is jouw favoriete band? Ik heb er een paar, weet je. Ik hou van heel veel muziek. Het is ook, ik luister ook niet alleen maar naar metal. Dus ik ben bijvoorbeeld een groot Jeff Porcaro fan. Dus Toto vind ik te gek. Level 42 vind ik cool. Maar ook Slayer. Symphony X vind ik heel gaaf. Weet je, dat zijn wel dingen waar ik vaak naar luister, ja. Ja. Oké. Mijn favoriete bands zijn Gojira, heb ik een shirt van. Ja, mijn eens, ook ja. Ik luister ook met name heel veel naar melodieuze death metal.
Vind ik ook erg leuk. De meeste de melodieus death metal vind ik ook gewoon erg vet. En was ook een van mijn favoriete bands is Flash Cult Apocalypse. Oh ja, ja. Heb ik nooit live gezien, maar wil ik wel heel graag zien. Ja, dat moet je doen. Ja. Ja. Super gaaf. Amara ook nog. Oké, dat ken ik dan weer niet zo goed. Ja, dus Belgische band. Oké. Ik zal het eens checken. Oké, ja. Volgende vraag. Even kijken. Zijn jullie wel eens een keer de weg kwijtgeraakt na een optreden? De naartoe bedoel je? Ja. Oh ja. Ja, zeker. Ik deed het ook al voordat er... vroeger hadden we niet... Ik weet nog, mijn eerste paar shows hadden we nog geen navigatie. Dat is lang geleden hoor. Maar dat je letterlijk... Ik weet niet of jij dat ooit mee hebt gemaakt, maar... Dat is iemand rijdt en daarnaast zit iemand met letterlijk ja, zo'n landkaart in zijn hand, weet je wel. En ja, zo hebben we wel vaak moeten zoeken naar plekken, ja. Of ook wel eens meegemaakt dat je dan naar een stad moet rijden in Duitsland. En dat er twee steden zijn met dezelfde namen, dat je naar de verkeerde rijdt. Dat soort dingen gebeuren wel eens, ja. 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 Oké. Volgende vraag is... Ja, welke band vind je echt heel stom en waarom? Er zijn weinig dingen waar ik echt een hekel aan heb. Maar als ik er een paar moet noemen, dan is het smartlappenmuziek. Dat vind ik echt achterlijk. Ik vind het zo simpel dat het... het is zoutloos, weet je wel. En wat vind ik stom? Kijk, ik weet... Mensen zijn een soort kuddedieren. En het is hoe simpeler je het maakt, hoe makkelijker de massa het slikt, om het zo maar te zeggen. En ik heb er wel eens een hekel aan dat er in de industrie veel mensen zijn die daar juist op mikken. En dus het moet zo simpel mogelijk en zo hapklare brokken mogelijk zijn, want dan pakken de meeste mensen het op. En ja, wij metalheads, maar ook gewoon muzikanten als zich, die ontwikkelen zich vaak wat breder. Dus dan ben je al snel daar vanaf gestapt, gelukkig. Maar smartlappen, daar kan ik echt niet tegen. Okay. En een ander ding is, ja, wat ze tegenwoordig R&B noemen. Dat is niet in mijn wereld R&B. Ja, maar echt van die fake beats en de hele tijd van die pitchshifters overal overheen. Dat alles gefaked is. Ik hou van echte muziek en niet van geprocessede meuk wat eigenlijk iedereen zou kunnen doen als je maar genoeg verstand van een computer hebt. Dus zodra er emotie in zit en echt gevoel en dit is echt gespeeld, dan kan ik al heel snel waardering voor opbouwen. Oké, ja. Oh. Volgende vraag. Even kijken. Hoe vind je het om in een videoclip te spelen? Ligt eraan wat ik moet doen. Kijk, als ik moet spelen, geen enkel probleem. Nou, het is wel intens, het is zwaar, maar ik hou wel van een uitdaging. Want ik weet niet of jij het wel eens gedaan hebt, maar wat je dan moet doen is... je moet het nummer gewoon 30 keer achter elkaar spelen en dan zo overtuigend mogelijk moet je zijn. Weet je wel? Dus helemaal uit je dak gaan en dat is vermoeiend. En, maar dat vind ik wel heel tof om te doen. Als ik moet acteren, zeg maar, echt als een figurant moet meegaan doen, dat vind ik een stuk lastiger, want ja... Ik ben geen acteur, zo zelf heb ik mezelf nog nooit gezien. En als ik dat hoort er soms bij, weet je wel. Maar het is wel het is een uitdaging soms. Oké, ja. Nou. Volgende vraag. Word je niet gek van licht op het podium? Nee, eigenlijk niet. Ik heb daar vrij weinig last van. Het is ook stroboscopen heb ik eigenlijk geen last van. Ik weet niet, soms flitsen die dingen zo snel... En dan gaat het net niet tegelijk met het ritme, om het zo maar te zeggen. En dat kan wel eens irritant zijn. Maar het zijn gek genoeg altijd de rest van mijn bandleden die daar wat meer last van hebben dan ik. Ik kan me daar wel van afsluiten. Maar ik weet nog, de laatste tour die ik heb gedaan in maart, samen met Obscura, was er ergens één show en daar stond zo'n lamp daar. Die stond echt 40 centimeter van mijn hoofd af. En... dat is zo'n bewegende lamp was dat. En af en toe scheen die recht op mijn gezicht. En dat was wel zo fel, dat zelfs als ik mijn ogen dicht deed, dan
keek ik er nog recht in, zeg maar. En dat was de enige keer dat ik echt zoiets had van, nou, dat ding mag van mij wel weg. Maar normaal gesproken heb ik daar niet zo'n last van, nee. Ik heb er wel best wel last van. Kijk, want je hebt altijd een jam. Want eerst was het bij mij een herfstje, maar nu ben ik naar Huawei gegaan. En daar heb je een eindejaarsjam. Vorig jaar, dat was echt bloedirritant. Want kijk, iedereen, die ging dus, die kreeg soms een heel klein beetje lamp op. Maar één zat dus ook gewoon recht zo. En die bleef alleen maar op mij schijnen. Ik dacht, ga die lamp ergens anders heen zetten. Ik krijg een bloedheet. Dus uiteindelijk kwam ik met mijn zweet en al van de kruk af. Ja, het is soms wel heel warm, ja. Ja, dat klopt. Maar goed, ja, weet je, ik vind het altijd wel heel gaaf. Ik vind het zelf ook tof om te zien vanuit het publiek, als ik een band zie met een goede lichtshow. Neem Rammstein bijvoorbeeld. Dat is echt letterlijk de vetste show die ik ooit heb gezien. Puur wat show-elementen betreft. En het doet wel echt heel veel. En ik merk het niet zo zeer eigenlijk, weet je wel. Als ik aan het spelen ben op het podium, ik merk natuurlijk wel dat alles flitst en dergelijke, maar ik heb geen idee hoe het eruit ziet vanuit het publiek. Dus, maar ja, hoe gekker, hoe beter soms, weet je wel. En ik heb me er wel overheen gezet. Ik kan me wel herinneren, hoor, dat ik wel shows heb gehad, dat ik echt iets van, ah, dat ding brandt in mijn nek, niet normaal, joh. Maar ja, het hoort erbij. Maar ik ben ook wel, ik ben een koukleun, dus het kan mij niet snel warm genoeg zijn, zeg maar. Nou, ik vind alles warm, dus voor mij is het echt bloedheet. Ja, precies, ja. Oké, de volgende vraag en helaas de laatste vraag alweer. Heb je nog tips voor mij als jonge drummer? Ja, blijf vooral vasthouden aan waarom je begonnen bent. Want ik geef ook les, misschien weet je dat wel. Ja. Mijn leerlingen zijn vooral wat ouder en ik geef ook vooral les aan wat ervarende drummers. Waarom ze vaak naar mij toe komen, is omdat ze ergens tegenaan zijn gelopen en ze weten niet zo goed hoe ze dat moeten oplossen. Nou, dat is mij natuurlijk ook door de jaren meerdere keren gebeurd. En ik heb hele goede docenten gehad, hoor, don't get me wrong, maar ik miste vaak de uitleg waarom bepaalde dingen goed werkten. En het is, denk ik, belangrijk wat je dan krijgt. Hè, als je daar niet uitkomt, verlies je op den duur plezier in wat je doet. En dat kost je dus eigenlijk je motivatie. Nou, dan is het heel moeilijk om daar overheen te zetten. Dus ik denk altijd, het belangrijkste is dat je het leuk vindt wat je doet. En ook als je dingen aan het leren bent die je nog niet voor je eigen gevoel goed genoeg doet, probeer dan te focussen op de vooruitgang. In plaats van het feit dat je het nog niet kan zoals je het graag wil. Maar let op die kleine stapjes die je steeds een beetje beter maken. Want daar word je door gemotiveerd. En dan merk je ook echt veel beter dat het echt werkt. En dan gaat het ook sneller. Met dat probleem zit ik juist nu. Oké, ja. Maar moet je maar eens proberen. Hè? Dus als je gaat oefenen, echt letten op je vooruitgang. Dus niet letten op dat je nog niet goed genoeg is. Maar steeds die kleine beetjes dat het wel een beetje beter wordt. Probeer daar maar eens bewust van te zijn. En dan wordt het een stuk leuker. En als je het leuk vindt, dan leer je gewoon sneller. Zo werken mensen. Hè? Dus iedereen werkt zo. En als je, ja, dus dan gaat het ook sneller en dan bereik je sneller je punt. En dan is het heel belangrijk dat je ook beseft, als jij je doel bereikt hebt, dat je dat zelf gedaan hebt. En dat je dat dus ook zelf opgelost hebt. En dan kun je weer een nieuw doel pakken. En daar word je ook steeds beter in en dergelijke. En op de duur weet je niet meer van ophouden. Ja. Dan word je net zo gek als ik. Zit je 7 dagen, 7 dagen per week achter je drumkit. Ja, daar zit ik al. Nou, perfect. Tot zover dit interview, helaas. Nou, leuk. Vond je het leuk? Bedankt voor je tijd. En tot een andere keer dan weer. Ja, jij ook bedankt. En veel succes. Bedankt. En ik ga je wel even in de gaten houden wat je allemaal doet met deze interviews. Ik heb er al een paar gezien, dus super cool. Dus ga zo door. En heel veel succes met alles, ook met het spelen. Ja, bedankt. Doei. Doei.